In deze video vertel ik wat meer over het Properties panel. Ik heb hier een aantal uh, elementen toegevoegd, een aantal objecten toegevoegd. En per object, als je daarop gaat klikken, dan ga je zien dat je Properties panel zich aanpast. Bovendien, als ik buiten de objecten klik, dan krijg ik de properties van de uh, slide. En die gaat zich telkens gaan aanpassen. Dus ik zal eerst beginnen met de slide. Vaak krijg je drie tabbladen in de properties. Dus je hebt hier je style, je hebt hier je actions en je options. Bij sommige objecten zal je actions niet krijgen, dan zal het alleen style en options zijn. Bijvoorbeeld bij tekst is dat het geval. Maar nu zitten we dus in de slide. En Als we daar gaan kijken naar de properties panel, daar kunnen we bovenaan om te beginnen al een naam geven aan onze slide. Um, voor heel grote projecten is dat heel belangrijk, we gaan dat straks wel zien als we grotere dingen maken. Ja, zeker als je vertakte projecten. Um, Projecten gaat maken, maar dat niet van de ene slide op de andere volgt, maar er dus geen lineair pad is, maar een vertakt pad, dan moet je zeer goed je slides benoemen. Je kan heel makkelijk als je op een slide en je zegt van kijk, oei, dat is toch niet de stijl die ik graag zou hebben, dan kan je altijd nog um, gaan aanpassen. Dus je hebt hier verschillende mogelijkheden om eigenlijk hier nog je master slide te gaan kiezen. Hier is het ook mogelijk om een andere achtergrond te kiezen voor deze specifieke slide. Dus je kan zeggen: Kijk, ik maak de Master Slide Background, ik gebruik de Project Background, of ik ga een custom voor deze slide dan Kan je allemaal gaan aanpassen. Heel belangrijk: de quality van je slides die zet je best op high. Dus dat is iets wat ik meestal in het begin ga doen. Ik ga al mijn slides gaan selecteren en ik zet die op high. Of ik ga dit in mijn Master Slides zo gaan definiëren dat dat op high staat. Mijn ervaring is dat de andere. Um, kwaliteiten eigenlijk zo uh, slecht zijn dat het niet meer leuk is om naar te kijken dus ik zet die altijd op high ik geef daar niet op uh, toe um, als ik naar actions ga kijken, heel vaak bij een slide heb je de mogelijkheid om een bepaalde actie on-enter dus als een slide opent, en ook on-exit dus stel dat je zegt van kijk, ik wil als een slide uh, uitfaden dan zou een bepaalde andere slide gaan dan zou je hier kunnen zeggen, kijk, jump to slide we gaan over actions een apart filmpje zien, maar die kun je dus hier gaan bepalen. Bij options kan je bij een slide niet zoveel doen behalve een stuk geluid toevoegen. Ga ik dan naar tekst gaan kijken, dan merk je dat die actions button weg is. Waarom? Omdat je aan tekst geen actie kan toekennen, of je moet er een button, dus een tekst waar je actie aan wil toekennen, dat doe je best via een button, of door er een clickbox op te steken. Uh, maar gewoon tekst heeft geen uh, actiemogelijkheden. Wat heb je dan wel meer? Dat zijn bepaalde stijlen. Je kan verschillende captions gaan maken. En je hebt er ook al standaard in aantal. Dus je kan altijd je caption style gaan kiezen. Um, en dat moet je maar een keer bekijken. Bij mij staat dat standaard op transparent. Uiteraard kan je ook het lettertype aanpassen. Je kan dat hier doen door in de lijst te gaan kijken. Maar je kan dat ook even goed doen door eventjes op het lettertype en te beginnen typen. Dan gaat hij vanzelf, je drukt op enter en de tekst wordt aangepast. Uiteraard kan je ook kiezen tussen verschillende uh, vormen van je lettertype, hè. gewoon vet, cursief. Een beetje afhankelijk van welk lettertype dat je gekozen hebt. Hè. Dus dat, dat is iets wat je, dat je afhangt van het lettertype. Je hebt lettertypes waar heel veel opties mogelijk zijn. Je hebt lettertypes waar bijna geen andere uh, mogelijkheden zijn. Um, uiteraard kan je ook de grootte van je lettertype gaan aanpassen, zoals dat je het wil, uh, kan je hier gaan veranderen. Hier heb je nog eens snel functie om naar vet, cursief, onderlijnd te gaan, superscript en subscript. Bullet points kan je hier ook toevoegen. En je ziet meteen ook de stijl, kan je hier aan kiezen. Wil je bullet points, wil je cijfertjes, kan je hier gaan bekijken. Um, later gaan we dit nog nodig hebben. He, dus het gebruiken van symbolen, het gebruiken van variabelen en het gebruik van hyperlinks. Dat zie je dan wel in een ander filmpje. Spacing, dus de ruimte tussen de tekst. He, hoe hoger je die zet, hoe meer witruimte er zal zijn. Dan moet je maar een keer bij experimenteren. En uiteraard kan je ook de kleur veranderen. dus In mijn geval qua blauwe tekst, wel, dan kies ik blauwe tekst. Je hebt hier een aantal swatches voor gedefinieerd, maar je kan daar. Um, hier heb je nog wat meer swatches, maar via een color picker kan je ook je RGB code ingeven of je hexdissimale code. Dus als je met een bepaalde huisstijl je hebt, een bepaalde kleur, perfect mogelijk om dat hier aan te passen. De eyedropper kun je ook gebruiken om bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, ik wil dat de tekst dezelfde kleur heeft als die broek. Ik zeg maar iets. Dan kan je dat gewoon op die manier gaan doen. Wat is nog handig, is dat je hier bovenaan, je, ook, je hebt verschillende default styles die je kunt zelf definiëren. Ja, die kan je hier dan gaan kiezen. Dus als je andere styles hebt gekozen, dan kan je die hier gaan kiezen. Bij Options gaan we dan weer eerder de plaats waar je document of waar je object staat in op de pagina. Dus dat is bijvoorbeeld de x-as, de y as En dat is de, de, ook de breedte van je volledig kader. En als ik hier ga mijn kader. Uh, Minder hoog maken, dan zie je dat de hoogte zich aanpast. Maar de tekst zal op dat moment nog niet aangepast worden. Hier bepaal je of je de uh, proporties wil behouden. Dus als ik hier de breedte ga aanpassen, dan gaat hij ook de hoogte aanpassen. Wil ik dat niet, dan zet ik dat gewoon uit. Je kan hier ook een hoek en zo gaan toevoegen. Dus bij tekst heb je standaard tekstopties dat je kunt gaan kiezen. Bij foto zijn dat weer andere. Dus ga je bij de style. Um, niet zoveel kunnen veranderen, maar je kan wel u via Edit Image um, uw foto lichtjes samenwerken. daar komt ook weer een ander uh, filmpje bij. Soms heb je hier ook een tabblad dat, dat ingeklapt staat, als je dat uitklapt. En in dit geval gaat het over schaduw en reflectie. Kan je bijvoorbeeld zeggen: Kijk, ik ga mijn foto een soort reflectie geven. He? Ik vind dat mooi als daar een soort reflectie, een beetje zoals uh, iTunes vroeger. Uh, ik kan ook. Schaduw gaan toevoegen. Bijvoorbeeld een beetje inner, maar ook outer. En dat kan je dan allemaal gaan veranderen als je dat zou willen. Hoger je blur, hoger je schaduw. Um, nu je maar een keer mee spelen, kan je de hoek ook ver veranderen en dergelijke meer. Ook dus de kleur bijvoorbeeld. Stel dat je zegt van kijk, daar negeren achter. Uh, schaduw, dan kan je er allemaal mee gaan spelen. De buttons, tenslotte, dat zijn van de weinige objecten waar je dus actions hebt. Andere zijn de clickboxen. Um, en uw slide, natuurlijk, die hebben allemaal actions. Well, die ga je hier gaan uh, veranderen. Maar dan gaan we eigenlijk een heel speciaal of een heel apart filmpje rond bekijken. En dus, Sommige heb je dus die actions. Ook bij een button kan je verschillende defaults gaan kiezen. Ook dat zien we later terug in een ander filmpje. Net als bij de slides trouwens kun je ook elk element een andere naam geven. Bijvoorbeeld volgende knop. En dan als je dat gaat aanpassen, dan gaat hij dat ook hier in uw tijdslijn gaan aanpassen. Dat zal vooral belangrijk zijn als we gaan beginnen met interactions en met events gaan werken. Dan gaan we echt moeten die dingen gaan benoemen. Anders gaan we geen goede uh, events kunnen gaan samenstellen. Ziezo, dat is eigenlijk in een notendop de uh, properties. Dat zal ook in andere filmpjes nog terugkomen. Dus er zullen een aantal dingen herhaald worden. Er zullen een aantal andere dingen verteld worden, of uh, nieuwe dingen aan bod komen. Ja, want die properties zijn zodanig belangrijk dat ze geregeld aan bod